tennisarm doet uw elleboog of onderarm pijn. Als u uw hand dichtknijpt, uw pols naar achteren buigt en uw onderarm naar buiten draait. U merkt dat bijvoorbeeld als u schroeven indraait of een handdoek uitwringt. Ook druk op de buitenste elleboogknobbel doet bij een tennisarm pijn. De klachten komen door irritatie van de buitenste elleboogknobbel. Hier zitten de onderarmspieren aan uw elleboog vast. U kunt een tennisarm krijgen wanneer u met uw pols steeds dezelfde bewegingen maakt, zoals bij schilderen en computerwerk. Het kan ook komen door plotselinge zware belasting van de spieren die niet warm zijn, zoals bij tennissen zonder goede warming-up. We denken dat er kleine scheurtjes ontstaan in deze pezen waarmee deze spieren aan de elleboog vastzitten. Wat kunt u het beste wel en niet doen? Blijf uw arm zoveel mogelijk normaal gebruiken. Bewegen is goed, ook als u pijn heeft. Met bewegen houdt u uw spieren namelijk in goede conditie. Draag dus geen Mitella. Doen bepaalde bewegingen pijn? Doe ze dan zo geleidelijk mogelijk, maar doe ze wel. Als kracht zetten of tillen te veel pijn doet, probeer dan of het wel lukt met uw arm in een andere houding. Bijvoorbeeld onderhands tillen in plaats van bovenhands. De pijnlijke plek op uw elleboog kunt u eventueel koelen met ijs. Dat kan de pijn iets verminderen. Het dragen van een steunband, tape, spalk of gips wordt meestal niet geadviseerd. Acupunctuur en laserbehandeling zijn niet zinvol. Heeft u veel last van pijn? Neem dan eventueel paracetamol. U kunt ook ibuprofen, naproxen of diclofenac nemen. Deze laatste drie pijnstillers kunnen bijwerkingen geven, zoals maagklachten. Heeft u veel pijn aan uw elleboog? Dan kan de huisarts een injectie met bijnieschorshormoon geven. Deze ontstekingsremmer kan de pijn voor een aantal weken verminderen, maar versnelt de genezing niet. Een tennisarm gaat vanzelf over. Hoe lang het duurt, is moeilijk te voorspellen. Na een half jaar zijn tenminste 8 van de 10 patiënten hersteld en na een jaar tenminste 9 van de 10 patiënten. Durft u uw arm door de pijn niet meer goed te bewegen? Vraag dan een oefen- of fysiotherapeut u te helpen.